Jaan de Graaf, gisteravond was de loting en loten IJsselmeervogels Ajax. Wat dacht u op dat moment? Schitterend. De mooiste ploegen in het voetbal spelen tegen elkaar. IJsselmeervogels, een van de beste amateurclub. En Ajax, de kampioen van Nederland. En ze spelen alle twee in het rood. Dus het is een schitterend affiche. En zijn er nog meer overeenkomsten, behalve het rood-wit? Nou, dat we alle twee heel vaak kampioenen geworden zijn. Ik denk niet dat er andere clubs meer kampioen zijn geworden als Ajax en IJsselmeervogels. Betekent het ook dat IJsselmeervogels kans maakt tegen Ajax? Altijd natuurlijk. Altijd. Ik bedoel, je speelt thuis en Ajax is op het ogenblik ook niet in de grootste vorm. En je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk met zo'n wedstrijd. Maar normaal gesproken verlies je natuurlijk. Maar we proberen ze wel zo moeilijk mogelijk te maken natuurlijk. En u, met ervaringsdeskundige, weet hoe het moet. In 84, hoe ging dat toen? 84 speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax op Berghoven met 8000 mensen. En wij wonnen toen van Ajax met Van Basten en Koeman. En het was natuurlijk een hele leuke wedstrijd toen. Ajax kreeg zondags een straftraining van wie was de trainer? Adem Bos, dacht ik. Dus toen wonnen wij daar met 2-1. Dus het was heel leuk toen. En u maakte de 2-0 op schitterende wijze. Ja, ik maakte 2-0, ja. En... maar het was natuurlijk een vriendschappelijke wedstrijd. Hè. Het was niet een officiële wedstrijd. Maar het was wel leuk voor de club toen die tijd. En hoe was het om Ajax te verslaan als amateurclub? Ja, dat is natuurlijk schitterend. Is dat ook voor het dorp. En er waren heel veel mensen. Dus ja, het was schitterend. Wordt daar nu nog over gesproken, over die wedstrijd? Ja, vooral als je nu tegen Ajax speelt weer natuurlijk. Hè. Dan komen die beelden weer boven water. Dus dat is super. Later is er nog een keer tegen Ajax gespeeld in 96. Ook daar is nog wel een verhaal over te vertellen, hebben wij begrepen. Nou, zeg het eens. Louis van Gaal was toen de coach. En die werd gevraagd waarom hij zijn sterkste elftal opstelde. En toen zei hij tegen IJsselmeervogels, gaan we niet experimenteren. Nee, hij was ook een beetje bang. En dat zal de boer ook wel een beetje worden, hoor. Als straks hier 10.000 mensen aan de lijn staan. En je weet niet hoe of het kan gaan spoken hier, hoor. In Spakenburg. Kan het hier spoken? Ja, ik kan echt spoken hier. Wat gebeurt er dan? Nou ja, veel wind moeten we hebben natuurlijk. In die bekerwedstrijden hopen we altijd op een hoop wind. Want dat is in ons voordeel. Wij zijn het gewend natuurlijk. En Ajax niet. Ajax speelt altijd binnen natuurlijk daar in de arena. Dus het kan hier wel leuk worden. Gisteravond werd de loting bekend. Ik begrijp, u was hier op de club. Hoe werd er gereageerd? Ja, ik was hier op de club. Want we hadden dus de aanstaande zaterdag hebben we dus morgen dus hebben we de derby. IJsselmeervogels Spakenburg. En op die donderdagavond voor die wedstrijd is er een supportersfeest in de kantine hier. Dus er was 300-500 man. En toen was ook de loting om 11:30. Dus het was gelijk Polonaise natuurlijk hier. Waarom is men zo blij daarmee dan met die loting? Nou ja, Ajax is de beste club van Nederland de laatste jaren. En ik vergelijk de IJsselmeervogels ook met Ajax natuurlijk. Hè. Alleen wij spelen wat mindere klasse. Maar, Jullie hebben allebei rood-wit. En ook een trainingscomplex dat de toekomst heet, zagen we. Ja, dus heel veel overeenkomsten zijn er tussen IJsselmeervogels en Ajax. Maar bent u niet gewoon bang dat u de beker uitvliegt? Want wilt u niet zo ver mogelijk komen? Ja, aan de andere kant wel. Maar dan hadden we natuurlijk Kuik moeten laten thuis. Of een Jupiter League club. Maar ja, die zaten er niet zoveel meer in. Dus ja, dan blijft er niks moois dan Ajax natuurlijk thuis. Het is een half uurtje hier vandaan. En heel veel Ajax supporters hier. En het wordt ook wel een hele leuke feestavond. Want ik denk dat IJsselmeervogels en Ajax dezelfde nette club zijn. En dat, ik denk dat één rood feest wordt hier. Wie is nou het geheime wapen van IJsselmeervogels? Dat zeg ik nu niet natuurlijk. Maar dat zal de wind zijn, denk ik. Of de storm, of de sneeuw. We kunnen alles verwachten natuurlijk op die 16e of 17 december. Jullie hopen op slecht weer? Ik hoop op wind. Ja. En als hard waar, dan moet Ajax vrezen dus? Dan moeten ze vrezen, want dan komen die ballen van alle kanten hier, hoor. Wij kunnen de dijk niet dicht doen hier, hè. Dus dat wordt wel een leuke avond, denk ik.